Bijna alle dingen die ze ooit hadden willen doen, hebben ze al gedaan. Daarom werken de gierige gasten nu een lijst af met de dingen die ze absoluut niet willen doen voordat ze sterven. Maar per aflevering is slechts één iemand de lul, die getrokken zal worden door een random BN'er. De andere twee, die lachen toe. Dit is de Anti-Bucketlist. Veel mensen hebben angst om voor een groot publiek te staan. Hun angst is dat het publiek zich tegen hen keert en ze van het podium worden afgefloten. Dit is zelfs grote artiesten als Nickelback en Amy Winehouse overkomen. Deze anti-bucketlist zal voor één van jullie werkelijkheid worden. De verliezer van deze week wordt namelijk voor de leeuwen gegooid en moet optreden voor een groot publiek. De andere twee mogen bepalen waar je gaat optreden en wat je moet doen. Ja, uitgejoeld worden. Dat betekent met bier naar je toe gegooid worden, uitgefloten. Hè? Ik vind dat, dat is nooit leuk. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Als in, je weet niet waar, je weet niet wat. Dus het kan er echt van alles zijn. DJ, show. Kijk eens. Yes, the one and only. Gierige gasten. Jullie zijn er uiteraard compleet niet klaar voor. Nope. Desalniettemin, zoals altijd, zal er toch één aan moeten geloven. De grote vraag is, wie van de drie gaat het worden? Kijk, ik word natuurlijk wel eens uitgehuld, maar dat is dan voornamelijk online. Online zitten natuurlijk zoveel randebielen en Mongolen. Ja, die hebben natuurlijk altijd wel hun woordje klaar. Oh, de bril gaat op. De bril gaat op, nu wordt het serieus. De bril gaat op en dan wordt er geschud. Eén bal gaat eruit komen. Dit is de gelukkige. Ik kom eventjes hierachter zodat de spanning een beetje opgevoerd wordt. Achter het vat gaat de ongelukkige uiteindelijk zijn lot bepaald worden. Daar gaat hij dan. Kom op. Jawel. Joost! Yes! Is wederom anders geraakt. Ja, sorry ouwe. Ik verwacht wederom dat ik niet gespaard geworden. Oh. Ja. Joh, bedankt Joost. Ja, graag gedaan. Zoals altijd. Hoort erbij hè. We gaan hem natuurlijk wel even op een podium zetten ergens waar hij totaal niet thuis hoort. Dus dat het publiek echt dit zit te doen en gewoon bierstrepen. Ja, maar wij gaan zelf ook in het publiek staan. Hé, hey, jij ook bedankt. Hey. Heb ik jullie even gematst? Ja, ja toppetje hoor, Sean. Lekker, Pink. Yes. De dans ontsprongen. Weer Joost vernederen. Love it. En welke dans wordt het dan? Dat vraag je jezelf af. Ja. Hij moet uitgefloten worden. Hij moet een bierdouche krijgen. Ja. Nou is hij dat natuurlijk al Big Jossa geweest. Dat deed hij nog verrassend goed, moet ik zeggen. Ja, we moeten hem echt iets meer bij de zwakte gaan pakken. Want dat blijkt nog gewoon de kwaliteit. Ja, dus ik zeg humor. Joost, sorry. Je bent niet heel grappig. En ik zeg Engels. Joost, sorry, maar je kan geen Engels. Nee. Dus, wat krijg je dan? Josh Crowmother Comedy Night bij Boom Chicago. Oftewel, Joost Kruijma gaat stand-up comedy doen. In het Engels. Ja. Je krijgt het een uur van tevoren te horen. Wij gaan alvast posters ophangen door de stad, zodat het lekker druk wordt. Ja. En dan gaan we ook heel veel gratis kaartjes weggeven. Want die zaal moet vol. Ja. Wacht, voordat we dit doen, toch nog even een kleine promo geven aan Martinez Morales. Ga er allemaal naartoe. Maar nu gaat je poster toch echt vervangen worden. Ah, kaas! Kijk even. Winner British Talent of the Year 2018. Ah. Ja, ja gast. Oké. Okay. Oké, ik weet niet of dit gaat lukken hoor. Ja, je moet van boven, poepnerd. Hoppa! Hoppatee! Hey. George, kom maar. Just Crowmother! Just Crowmother! Come see it! Just, come 7, see it! October! August! August! Of October, whatever! Be there! Or be vierkant! Joshua! Hey, grappie! Hey, vriend! Hoe is het? Het is de grote dag vandaag, hè? Ja, ik weet hoe het is en ik vind het weer spannend. Heb je enig idee? Ja, ik moet een performance gaan houden, maar het kan echt alles zijn. Want jullie mogen zelf bedenken natuurlijk waar en wat. Ja. Zullen we gewoon even zeggen van, dat jouw poster al een week lang in de stad hangt? Dat het mij verbaast dat je het nog geen enkele bent tegengekomen. Daar hang je, jongen.
Josh Crowmother, winner British Talent of the Year 2018. Je hebt een uitverkochte zaal vandaag in Boom Chicago. Ik mag stand-up comedy gaan doen? In het Engels. In het Engels. In het Engels. So, Jantje comes to the doctor. And the doctor says, hey Jantje, how are you doing? Ik heb niet eens een punchline. Ik vind comedy heel leuk, maar er is één probleem. Ik ben niet zo grappig. Crowmother. Ja, weet je waar Crowmother op staat? Nee, eigenlijk niet. Kraai ma. Ah ja. Hey Joost, je hebt een uur. Veel succes, pik. Kom, wij gaan chillen. Wij gaan bier drinken. Ik ben niet grappig. Dat is een ding. Ik ben niet grappig. Ik heb geen grappen voorbereid, dus... Zo, dit wordt afgaan. Zijn reactie. Ja. Zo. Het duurde ook even dat ik dacht, moet ik het ook in het Engels doen? Ik ben serieus... Serieus zenuwachtig voor hem. Ja, er komen nog een aantal regels, maar die gaan we pas verklappen in de coulissen. Ja, oké. Dit wordt weer leuk. Ja, dit is de zaal. Dit is echt veel man. Als het vol zit zo meteen. Dit wordt wel pittig, want ik heb nog geen grap. Laat ik dat maar eerst gaan doen. Gewoon grappen gaan verzinnen. Thank you. Hoi, Joost. Hoi, no, it's Josh Crowmother. Josh Crowmother. Okay, so do your thing, Josh. Okay, nou later, boys. Later. Nou, neem eens. Hier gaat het zo meteen gebeuren. Ja, wij moeten even deze zaal vol gaan hangen met camera's, maar wel zo dat het publiek het niet ziet. Ja, het moet echt denken van deze grote. Maar de fuck zijn we beland. Precies dat. Ja. Ik heb al een kwartier verspild. Ik heb nog drie kwartier. Om grappen te verzinnen in het Engels. Misschien moet ik ook gewoon in het Engels gaan lullen, zodat ik het een klein beetje wen. What rhymes with Josh Crowmother? What says a pineapple? I wish I had Android. Dit is echt heel erg slecht. Kijk, Martijn en Niels weten mij wel gewoon te zwak moeten pakken, man. Dat heb ik wel door. Die weten wel precies wat ik niet kan en dit kan ik niet. En dat wist ik ook wel van mezelf. Ik kan dit gewoon niet. Oké, ik kom er niet uit. Kunnen jullie mij heel eventjes even een kwartiertje met rust laten? Mag ik even mezelf opsluiten? Ja? Zien jullie zo. We gaan beginnen. We moeten wel even een goed plekje hebben achterin. Oké, ja. We moeten dit goed kunnen vasthouden. Lekker pik. Oh my god, Joost. An elephant sits on a plane. What you think? Play broken. Dat is zeg maar die hele slechte grap uit het Nederlands van... Een olifant zit op een toneelstuk. Wat denk je? Toneelstuk. Joost? Ja. Joost. Oké, ouwe. Zo zenuwachtig ben ik nu voor jou. Wij zitten echt in die zaal. Ze zitten echt... Oh, wacht. Er zijn nu allemaal optredens tevoren al. Ja, iedereen is al bezig. Ze zijn echt... Je mag trouwens... Niet je mobiel gebruiken. Je mag niet je mobiel gebruiken. Nee, ik heb al mijn verhaalritme een beetje proberen te onthouden. Oké. We hebben nog een regel. Als je opkomt, moet je zeggen... Hi, my name is Josh, I'm from Liverpool. En je moet hun show gelijk even afkraken. Well, wasn't that a horrible show? Regel 2, je mag niet zeggen dat het voor een programma is. Nee, dat snap ik, logisch. En je mag ook niet eerder weglopen dan die 15 minuten. Oké, okay, 15 minuten vol, ja. Gas afkraken en... I'm from Liverpool! Ja, en maak het geen act. Ik heb me daar zelf een doel gesteld. Ik wil ze echt één keer minimaal aan het lachen krijgen. Ja. En niet uitlachen. Gewoon een goede grap. Okay. Daar ga ik voor. Lekker pik. Maar... Okay, maar je moet echt elk moment op. Wij gaan weer terugzitten. Ja. Je moet echt over 6-7 minuten op. Ja. Dus okay. Ga klaarstaan. Je wordt geïntroduceerd. Okay, ik ga even mijn riedeltje... Jij wacht hier tot je op moet. Just. Wij gaan alvast naar binnen. Ja. Dan krijg je een kleine sneak peer view te zien. Oh nee. Gast, de hele zaal zit vol. Okay, ja, dit is het laatste moment ook nog even wat het verhaaltje. Elephant on the play. Pineapple, Apple, Android. Sixth Sense.
Oh ja, Josh from Liverpool. Didn't that guy suck? No sense, I don't know. Elke keer als ik aan Joost denk, dan krijg ik gewoon echt gewoon een gevoel over mijn lijf. Zo, als ik nu in zijn schoenen zou staan, ik zou gek worden. Maar ik ben weggerekt. De show aan het einde is toch? De muziekje gaat spelen. Dat betekent dat ik aan de deur ben. But we have a very special treat for you. We've made space in our very busy, hectic schedule. I don't know, he's like an award-winning stand-up comedian, and he usually plays rooms much bigger than this. So like, we are so excited to have him here tonight. With everything you've got left in your tanks, dig deep and give an enormous round of applause. Welcome to the stage, the incredible Josh Crowmother! I'm Josh, I'm from Liverpool, and didn't that guy suck? Yeah, I thought so too, right? Some ABC jokes. But it isn't my first time here. I've been here quite a few times, and to be honest, guys, I love you. You are one of the best publics I ever had here. Here, tonight. So, an elephant sits on a plate. What happens? Plate broken. No? What do you think Apple wishes for Christmas? Android. Give it up for Josh! This is gonna be one hell of a night. Amsterdam, we love you. My father really had a poodar. You know what a poodar is? It's a radar for poo. So every time he sees poo, he goes like, poo! Yos, poo! Watch out, poo! You know? So when a little kid, I was like, next joke. Why? We got a funny guy there. Yeah, so we got a funny guy there, but it happens, but at one point, it was when it was a little younger, I never noticed he got a sixth sense. So I had, when I was younger, one skill. It wasn't football, it wasn't playing music, it wasn't rapping, no, or comedian, wasn't my first talent at all, no, it certainly isn't. English speaking as well, very good at it. But what was it? Yeah, I was really great at holding up my poo. You know why? I didn't like public toilets. It's a true story though. So at one point, we had a vacation, we had a camping, you know, with all the. At one time, it thanked them. Please, just a bit quiet. I know the accent is weird, but I'm still from Liverpool. It was crazy, it was hella fun. You should be there. What the? Oh! Oh! Ooh! Ik vond het echt heel spannend, ik vond het echt heel eng. De grap van de elephant op het toneelstuk, hè, on the play broken, sloeg niet helemaal aan zoals ik wilde. Die poo radar van mijn vader, dat was niet heel grappig volgens mij. Mensen vonden het niet heel leuk. Volgens mij was het gewoon heel langdradig, want ik ben ook nog lang niet door al mijn grappen heen. Ik had echt veel meer nog. Echt nog grappen. Welke joke pick? Ik heb er geen joke voor. Het waren verhalen, ouwe. Ik had nog 7 grappen of zo. Ik had zelfs nog een backup grap als ik stil viel. Oh Joost, je hebt het wel gewoon geflikt, ouwe. Ik heb echt alles gegeven. Je hebt het gewoon geflikt. Ik heb echt mijn best gedaan. Ja, nee, je ging vol. Ik ging vol voor. Respect. Ja, echt respect. 100% ging je met 2 gestrekte benen erin. Oh my god, wat was dat pijnlijk om te zien. Was het ergens vet? Of?
Ja, die adrenaline, die blijft maar ratelen of zo. De grap was dat je nog best wel zelfverzekerd op het podium stond. Oh, zo ja. Voelde het niet. Ja. En ik hoorde ook gesmoes om me heen van... He's not from Liverpool. Maar goed, respect. Ja, grap. Ja, gedaan. Reflect. Zit erop. Ja, zit erop, zit erop. Ik moet het zo zeggen. 100 man hebben het gezien. Ja. Nu 100.000 man. Ja, dat klopt. Het zit er zeker nog niet op. Nou, hier heb je hem dus. Josh Cromother. Te boeken. Boek hem niet. Ja, of boek hem wel, want ik heb gelachen.